Hele goeiedag mensen en welkom terug met deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. Gaan we dan verder in Singapore, ronde nummer 15 van het kampioenschap en aflevering 58. Als je aflevering 57 in Italië gemist hebt, dan ook die eerst even terugkijken voordat je deze kunt zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en je ziet de aflevering verschijnen. En ben je nu het kanaal meer wekelijkse afleveringen van F1 2019, de Career Mode zien? Ram dan gewoon de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Ja, we gaan vandaag dus verder in Singapore. Een prima circuit om op te rijden. Geen regen verwacht. Twee updates aan de auto zijn dus toegepast. En ik verwacht hier lekker voor de pole position te kunnen vechten met Lewis Hamilton natuurlijk. Een nieuwe rivaal natuurlijk. En ik denk dat we gewoon Lucas Weber pakken. Want daar krijgen we de meeste respect level voor. En dan gaan we gewoon zien wat het hier gaat worden voor de grote prijs van Singapore. We gaan dus beginnen met de kwalificatie. Welcome along again to the Marina Bay Circuit. The atmosphere is thick, not just with humidity, but with tension as well. As we get ready for qualifying here at the Singapore Grand Prix. I want to talk briefly about strategy in these qualifying sessions. Anthony Davidson, how can a driver adjust their approach to gain those critical extra tenths of a second? Well, qualifying isn't about adjusting your approach necessarily. It's more about trying to repeat a low fuel run that you've practiced prior to this session. You're looking for perfection on the lap, and that's hard to achieve if you're trying something new. There are some variables that can stand in your way, however. Track position or unexpected yellow flags, for example. Coupled with ever-changing track conditions, it's important to be out there at the right moment. But as a driver, you have to try and ignore these distractions and just keep your mind focused on that one perfect lap. Ja, we zijn inmiddels aanbeland bij Q1 hier in Singapore. En ik verwacht gewoon weer een goede kwalificatie van ons in Q1, Q2 en Q3. We moeten er gewoon bij staan. En hopelijk dat Lewis Hamilton er ook bij staat in de drie kwalificatiedelen hier voor de kwalificatie in Singapore. Altijd een fijn baantje om op te rijden, een fout is hier dodelijk, zou ik zeggen. Want dat kan hard afgestraft worden. Een soort van Monaco. Perez met een 1.36.9. Onszelf met een 1.35.0. De uitslag van Q1. Onszelf dus voorlopig op P1. Verstappen naar 2 en Hamilton naar 3 op de medium compound. Q2 inmiddels. Dan gaan we hier kijken of deze tijd genoeg is en of we misschien nog een ronde op deze banden moeten. Maar ik verwacht van niet, want we zetten paars in sector 1 neer. We hebben George Russell voor ons en hopelijk dat hij ons niet blokkeert. Bottas met een 1.36.9, onszelf met een 1.34.6. De uitslag van Q2, onszelf dus naar 1, Hamilton naar 2 en Vettel naar 3. Op een volle seconde van Vettel, precies. Mooi. Dus het gaat tussen Hamilton en mijzelf voor de pole. Want we zijn bij Q3. En dan gaan we kijken of dit ene rondje genoeg is voor de pole position hier in Singapore. En dan kunnen we zometeen mooi de race gaan beginnen vanaf pole position. Hopelijk dan. Want pole is hier heel belangrijk. Een soort van Monaco. Want inhalen is hier onmogelijk dus. Kvyat met een 1.36.2. Wij komen bij de laatste bochten aan voor Q3. Waar belanden wij? Hamilton met een 1.35.5. Onszelf met een 1.34.5. Mooi. De uitslag van Q3. Ik heb het erbij laten zitten. Hamilton verbetert zich naar plek 2. Op 2 tiende. En Verstappen naar 3. Maar wij hebben dus de pole position in handen. Mooi. De rivaliteit met Hamilton en Weber. Die van Hamilton winnen we dus op dit moment. Hebben we ook gewonnen trouwens. En van Weber leiden we dus de rivaliteit. Wat mooi is om te zien. De resourcepunten na de kwalificatie hier in Singapore zijn zoals gewoonlijk lekker veel. Kunnen we gaan spenderen aan updates voor Rusland en Japan. Reputatie met mijn huidige team is wat weer gestegen. Veteran en een sportsmanship. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the... Nou, dankjewel Jeff. Ja, we gaan het dus hier ook gewoon zien voor de grootheid van Singapore.
voor Career aflevering 58. We starten in ieder geval van pole position. Let's go! As the sun sets over the South China Sea, the sport that never sleeps is alert and raring to go. Welcome, under the bright lights of the Marina Bay Circuit, to another Singapore Grand Prix. It's a very long, very physical lap this one, and really there's not much in the way of margin for error. So we have a bit of an endurance race for you tonight. We're here at the Marina Bay Street Circuit today, located in the heart of Singapore. The circuit consists of 23 corners, 13 to the left and 10 to the right. It's a track that's incredibly technical, so don't expect to see the drivers taking too much at full throttle. Anthony Davidson is here once again for today's Grand Prix. Now, can I talk to you about Pierre Gasly? There's a new gearbox in the back of that car, which means a grid penalty, and hopefully some excitement as they make their way through the field. Fingers crossed that's one failure they won't have to worry about today, at least. There's not much of a silver lining to starting down the field with a penalty, but I think they'll be able to make some of that back up over the course of the race. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Leclerc, Lucas Faber and Vettel, Kvyat, Perez, Butler and George Russell, Giovinazzi, Verstappen, Romain Grosjean and Sainz, Ricciardo, Kubica, Pierre Gasly and Kimi Raikkonen. Stroll and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid, and with preparations almost complete. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou, we zijn inmiddels aanland bij de auto. We passen de strategie nog even aan en dan gaan we gewoon beginnen met de grote prijs van Singapore. Een tweede strategie, soft, medium, medium. We gaan dus beginnen voor de grote prijs van Singapore. De lampen zijn dus aan voor Career aflevering 58 met onszelf op pole position. Helemaal aan de twee bossen. We kunnen vandaag wereldkampioen worden voor de tweede keer op rij. We zijn onderweg. En het is een goede start ten opzichte van Hamilton en Bottas. Bottas al gelijk naar plek 2, maar Hamilton heeft die plek weer terug veroverd. Dus het is een oké start voor de beide Mercedes-auto's. En we kunnen nu wegrijden van Lewis Hamilton. Ja, even wat ik net zei. We kunnen vandaag wereldkampioen worden. Als we op P1 finishen met het snelste racerondepunt, dan zijn wij al wereldkampioen. Een record op dit moment. In ronde nummer 15 al wereldkampioen. Vorig seizoen werden we in ronde nummer 16 al wereldkampioen. Ronde nummer 3 inmiddels. We zetten de snelste raceronde met een 1.39.0. Hamilton op 1.6 gezet. DRS beschikbaar gesteld voor de auto's. Dus dat betekent meer topsnelheid als je binnen die 1 seconde van je voorganger zit. Maakt niet uit of het een blauwe vlag is. Blauwe vlakker is of een voor een positie. DRS is DRS en we gaan er gewoon lekker gebruik van maken, hopelijk in de wedstrijd. En dan gaan we wel zien waar het gaat komen. Hamilton zet hier een aanval voor de leiding. Kijkt naar de buitenkant. We knijpen hem wat tegen de muur, raken elkaar ook en duwen hem daar wijd. In Italië ging het mis tussen ons twee. Hamilton raakte mijn sidepod en daardoor spinde hij, dus hopen kunnen we dit keer wel clean houden. Maar het gaat er ruig aan toe bij de Mercedes team boxen. De beide kampen van Mercedes. Mijn kamp en Lewis' kamp. Dus hopelijk dat het clean tussen ons blijft. Maar je weet maar nooit. Daar zit Hamilton dan in mijn slipstream. Kijk naar de binnenkant. We duwen hem wat richting de muur. En dan moet hij hier op de rem. Want hij kan nergens naartoe. Ronde nummer 7 inmiddels. Maar het gaat er hard aan toe bij Mercedes. Ik denk niet dat Toto de Wolff hier blij mee is. Maar we moeten het gewoon zo clean mogelijk zien te houden. Mijn rechterband heeft het zwaar. Hamilton zit te ver weg voor een tweede aanval in ronde nummer 7. Een tiende verschil met de Brit. Daarachter zit Valtteri Bottas. Ronde nummer 7, ronde nummer 8 inmiddels. Het is nu ronde nummer 8. En Hamilton duikt naar binnen. Wij duiken dus dadelijk ook naar binnen voor de mediumband. Bottas naar 2, Vettel naar 3. En Hamilton gaat een undercut op ons proberen. Die rechterband ziet er niet goed uit bij de temperaturenmeter. Dat is niet goed, dus we moeten daarvoor oppassen dat we die niet kapot rijden in deze inlap.
rood in sector 1, 16e langzamer. Daar zijn we dan voor onze eerste stop van de dag. Wel heel vroeg de pitlimiter ingeschakeld. Maar ja, beter te vroeg dan te laat, hè? We moeten wat wachten, dacht ik. Ja, we moesten wat wachten op Valtteri Bottas. 2 seconden heeft het geduurd. Waar zit Hamilton? Waar zit Lewis Hamilton? Dat is de vraag. Die komt nu over start-finish. Okay, stay clear of the white line. En komen we ervoor. Daar zit Lewis Hamilton. Nee, we komen er net achter. Maar Carlos Sainz kunnen we hier mooi meepakken. We komen net achter Lewis Hamilton terecht. Maar we hebben wel een versere set medium op onze auto zitten. DRS hier beschikbaar gesteld. En kunnen we hier kijken naar de buitenkant. Hamilton bespaart Urs. En is clean tussen ons gegaan. Gelukkig maar, want in Italië ging het er iets te ruig aan toe. Grosjean is de volgende. Voor plek 3. Weer naar de buitenkant. En weer een heel mooi voorbij. Paars in sector 1. Ronde nummer 10 inmiddels. Het gaat nog niet zo hard. Met de ronde aantallen. Daar zit Kubica. Nee. We kunnen hem nog niet aanvallen. Nou. We remmen wat later in dan de pol. Hij blokkeert ook zijn banden. En daardoor is P2 van ons. We zetten de snelste race onder met een 1.37.9 op dit moment. Daar is dan George Russell. Die volgens mij naar binnen gaat, denk ik. Ja, de Brit duikt naar binnen. En wij krijgen dus de leiding in handen. Ronde nummer 13 inmiddels. En Lewis Hamilton naar plek 2. Gat is 4,5 seconden. Mooi, lekker groot op dit moment. En dat moeten we dus ook zo houden. Ronde nummer 20 inmiddels. En ik heb besloten om naar binnen te duiken. Voor een setje softe banden. Ik ga de leiding uit handen geven. En die geef ik dus nu aan Valtteri Bottas. Komt beter, de stop komt beter. Een tiende verloren, helaas. Waar komen we terecht? Ik denk achter Lewis Hamilton. Net achter Lewis Hamilton, denk ik. Bottas duikt ook naar binnen. Only one stop to go. One stop left in this strategy. Waar zit Hamilton? We komen ervoor. Oh, mooi. We komen voor Lewis Hamilton weer de baan op. En we hebben een compound zachter op onze auto zitten. Maar Lewis Hamilton zit daar met een aanval en hij is geslaagd. We kruisen naar de buitenkant. Lukt helaas niet, want Hamilton knijpt daar ons af. Moeten we hier dan naar de buitenkant kruisen. Kijken of dit lukt. Het lukt. Ja hoor. En dan rijden we wat naar zijn lijn toe. Een mooi gevecht om de leiding met nog 10 ronden te gaan in de wedstrijd. Maar Toto Wolff zit wel even met knikkende knieën, denk ik. Want dit vindt hij niet fijn. Ik vind het trouwens ook niet fijn. Maar ja, Hamilton geeft niet op. En dan moet ik wel terugvechten. En dan pak ik hem hier ook wel mooi op de exit. Ronde nummer 23. We zetten de snelste race met een 1.36.9. Hamilton op 2.4 gezet. Mooi. Nog een paar ronden te gaan en dan zit deze wedstrijd er alweer op. En als het zo eindigt, dan zijn wij wereldkampioen. Dus deze paar ronden nog mooi weten te doorstaan. En dan hebben we hem binnen. Rood in sector 1. Maar dat geeft helemaal niks. Kevin Magnussen is uitgevallen. En de virtual safety car is uitgeroepen. Dus we moeten de Delta in het groen zien te houden. Leclerc naar de harde band. Hamilton op 2.4. Ah, Magnussen bij bocht 1, stilgevallen. We hebben nog 6 ronden te gaan. En de virtual safety car is weer aan het eindigen. DRS is weer beschikbaar gesteld. 1 uitvaller dus, Kevin Magnussen.
helaas. Maar dat geeft eigenlijk niks voor ons. Leclerc heeft een gat van 29 seconden naar ons. Dus die kan hij niet meer dichtrijden, denk ik. Of er moet iets geks gaan gebeuren, maar ik zie dat niet gebeuren dus. Hamilton zit er nu beter voor. Lewis Hamilton zit er beter voor. We knijpen hem weer af richting de muur, maar hij is heel snel. Dan houdt hij hier die bocht. Oh, Lewis. Laat de ruimte, jongen. Laat ruimte voor ons. Dat doet hij niet. En hij heeft de leiding weer terugveroverd met nog 4 ronden te gaan in de wedstrijd. Dan moeten we kijken waar we een tegenaanval dus plaatsen op de Brit. En die hier gewoon op de exit bloedsnel is. Hamilton verdedigt de binnenkant. Dan kijken we denk ik hier. Nee, te laat. Ik denk misschien kijken we daar. Maar het was net te ver weg. Track limits. Iets te optimistische manoeuvre op Lewis. En we hebben Lewis Hamilton geraakt. De virtual safety car is weer uitgeroepen. Sorry Lewis. En Toto Wolff gaat hier niet blij mee zijn. We moeten dus naar binnen. En Hamilton gaat ook naar binnen, denk ik. Ja, deze stop gaat heel lang duren. En Hamilton gaat hier pijn van krijgen, hoor. 6,6 seconden heeft het geduurd. En Hamilton moet dus nu ook naar binnen. En die staat er al een hele tijd. Waar komen wij terecht? Ik denk achter Charles Leclerc. En achter Danny Kvyat, denk ik. Bottas is dat. Daar hebben we Charles Leclerc. Daar hebben we Bottas. Ja, we komen dus achter die twee terecht. Maar Toto Wolff zal denk ik woest zijn op ons. En dat betekent dat de relatie tussen mij en Lewis alleen maar verslechtert en verslechtert. Nog 2 ronden te gaan. Dus we moeten dus in deze laatste ronde 2 posities goed zien te maken op Bottas en Leclerc om deze wedstrijd te winnen. En om wereldkampioen te worden. Leclerc verdedigt nog Valtteri Bottas. Daardoor wordt Bottas afgeremd. Daardoor kunnen wij Bottas hier aanvallen. En daardoor pakken wij plek 2 af. En dan is het nog maar een kwestie van tijd voordat wij Charles Leclerc kunnen aanvallen. Hier dan op de exit. Monegas is wat sneller weg. En daardoor moeten wij hier misschien dan een hele brutale aanval inzetten. Ronde nummer 31. De laatste ronde loopt inmiddels. Bottas heeft Charles Leclerc te gaas genomen. En als het zo eindigt, dan zijn wij tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1. Dan kunnen we Ayrton Senna achterna voor onze derde titel in seizoen 4. Als we die nog doen. Want ik weet niet of ik dit seizoen afmaak en dan seizoen 4 ga beginnen. Totdat F1 2020 uitkomt. Of dit seizoen afmaken en dan weer stoppen. En voorbereiden voor F1 2020. Maar dat zien we dan allemaal wel. Eerst nog Singapore afmaken. We komen over de finish. Wij zijn dus een tweevoudig wereldkampioen. Het is dus officieel een feit. En we kunnen nu ons opmaken voor de constructeurstitel met Mercedes. En zo de celebrations beginnen. Well earned they are indeed. It may have looked simple at times, but as any racing driver will tell you, competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers Champion. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximise the strategy and to stay out of trouble.
Nou, de uitslag. Wij winnen dus de grote prijs. Helaas een tijdstraf van 3 seconden, maar dat geeft helemaal niks. Snel is het racerondepunt ook in handen gepakt en Hamilton toch nog naar plek 5 gegaan. Wij zijn dus een wereldkampioen geworden. Tweevoudig wereldkampioen dus. Ik weet niet wie driver of the day is geworden. Ik denk Russell. En we kunnen ons dus nu gaan focussen op de constructeurstitel. 191 punten verschil met Ferrari. Die Red Bull inhaalt voor plek 2. Mooi. En dan gaan we nu naar Claire. First of all, congratulations. You must be thrilled. It was more like Dodgems than Formula 1 today, wasn't it? Ja, ik heb er hard voor moeten knokken. Hamilton gaf niet zomaar op, maar dat hoort gewoon bij de sport, vind ik. You took the top points today. Was it a comfortable win? Nee, zoals ik net al zei, Hamilton die gaf gewoon niet op en we moesten er heel hard voor knokken. Maar het is uiteindelijk mooi goed gekomen. Ja, Claire, heb je de race gezien? Your battle got a bit heated, didn't it? Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Maar dat hoort er ook bij. Great. Well, nou, tot in Rusland. Doei, Claire. De resultaten van de rivaliteit breakdown met Lewis Hamilton en Lucas Weber. Die van Hamilton hebben we dus gewonnen. Die van Weber leiden we dus op dit moment. De resultpunten na de grote prijs hier in Singapore. Het zijn er zoals gewoonlijk lekker veel. Kunnen we weer gaan spenderen voor updates aan de auto in Rusland en Japan. Mooi. De reputatie met alle teams is dus gewoon gelijk gebleven. Heel mooi om te zien dus. Veteran en een sportsmanship. Ja, de titel dus binnen. Heel mooi. We hebben dus nu 2. Prachtig. Great work. That's exactly the kind of result I'm looking for. Nou, dankjewel Emma. Ja, dit was het voor jullie mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Als je genoten hebt, beloon het dan met een like. Ben je nu het kanaal om meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 de Career moet zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan, zodat je een enkel video van mij mist. Reageer wat beter kan moet worden of ja, reageer gewoon als je genoten van deze video. Laat het even in de comments achter. Volg me ook op Instagram, links in de beschrijving. En zou ik zeggen, een fijne dag nog verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 de Career Mode. Gaan we verder in Rusland.